Als het dan eindelijk zomer is in Venlo, ga je liever niet naar de kapper. Daarom heeft de kapper in Blerik de kapperstoel naar buiten verhuisd. Niet op het terras, met een wijntje of een biertje, maar in de kapperstoel. Ja, dat is echt geweldig. Dat is echt, vorige week lag er nog sneeuw en nu staan we lekker buiten te knippen. Hè? Knipt u vaak buiten? Ja, als het een beetje weer is wel. Dus als het niet te veel waait, anders dan is het te veel in het gezicht en zo. Ja. Ik krijg gelijk een beetje vakantiegevoelens. Ja, super. Dus wit wijntje of zo, een gezeetje erbij. Dus, kan allemaal bij u? Ja, kan allemaal. Hoewel de temperatuur flink stijgt op de binnenplaats van de kapper, blijven de klanten positief. Maar hoor je er niet over klagen in ieder geval. Nee. Waar maak je dat mee? Ja, even met je vakantiegevoel zo. Ja, helaas moet ik nog werken vandaag, maar... En dan de zomertrend van dit jaar. De trend is niet zo heel kort, maar een beetje gedekter. Niet meer zo heel kaal. Dus het wordt allemaal een beetje wat gedekter. Niet meer zo heel kort. Dus iets gedekter voor deze zomer. Okay. Ja? En na een kniebeurt kan deze klant van de kapperstoel naar de terrasstoel.